Dat je het meeste leert van het feit dat je ervan kiest. Hè, je kiest ervoor om op de gang te gaan, prima. Maar je kiest er ook voor om geen timer mee te nemen. Hoe bijzonder is dat? Eigenlijk op zo'n freak, hè? Hoe bijzonder is dat? De bruine pelikaan heeft zijn lijf vol luchtkamer zitten. Die werken precies hetzelfde als airbags. Handig, toch? Ja. Wie heeft daar stiekem gekeken naar wat een ander dacht? Dat kan, hè? Dus iedereen heeft iets waardoor je één groep bent en elkaar kan versterken als je elkaar de ruimte geeft. Wie is stressbestendig? Iemand heeft dat getypt. Ja, dat heb ik ook getypt. Heb jij het hele lijstje ingetypt, of wat? Nee. Mama! Een hele goede morgen. Het is vandaag donderdag 15 september. Gisteren was ik natuurlijk vrij. En ik moet zeggen, dat bevalt me eigenlijk best wel goed. Ik kan mijn eigen dag indelen. Ik kan zelf nadenken, wat moet ik allemaal doen voor mijn eigen onderneming? Heb ik samenwerkingen staan? Persoonlijke ontwikkeling, dus cursus, maar ook lekker sporten. Dus dat is echt heel chill. En ik heb gisteren nog wel even een klein uurtje met mijn duo gebeld. Omdat ik bepaalde dingen van woensdag echt wil loslaten. En echt denk, weet je, het is jouw woensdag. T-schema, goedemorgenbord. Wat verwacht je van mij? Wat kan ik van jou verwachten? En dat hebben we uitgesproken. En dat geeft mij nu wel echt rust. Zodat ik de dinsdag echt meer voor de donderdag kan voorbereiden. Want anders zit ik net zoals gisteren weer voor te bereiden op mijn vrije dag voor donderdag. En dat is natuurlijk echt helemaal niet de bedoeling. Maar goed. Vandaag neem ik jullie vooral mee in de Albert Heijn les. Albert Heijn heeft met Freek Vonk samen met Blink een les ontworpen. En er zit ook groepsvorming in. Dus ik ben benieuwd. Hoi! Hoe deze les gaat. Verder gedurende de dag. Ik moet heel eventjes kijken. Er staat een mini-college. Maar ik moet eerst twee andere dingen doen. En ik wil nog dat ze die mindset leerpaspoort afmaken. Ik vind dat toch heel, heel, heel belangrijk. Dus die gaat voor. En dan kijken we wel even hoe ver we komen. Ja. Als ik maar om 9 uur begin met rekenen, dat is wel echt belangrijk. Want dan hebben we echt een uur rekenen. Ja. En ik wil eigenlijk voor wereldoriëntatie ook even de tijd nemen. Want dat is echt een hele leuke les. En ik wil hem wel afkrijgen voor dat ik dus de volgende dag verder ga. Ja. Dus ik neem jullie mee. Oh, en ik heb een paar persoonlijke briefjes geschreven. En daar schrijf ik dan iets op wat me opvalt. Bijvoorbeeld, wat werken jullie ontzettend hard? Jullie zijn een mooi voorbeeld. Durf ook je klasgenoot aan te spreken. Ik vond het zet stoer dat jullie een dansje voor mijn verjaardag hadden ingestuurd. Laat meer van jezelf horen. Ik ben ontzettend blij dat jij zo open bent naar mij toe. Bedankt voor je hulp. Ondanks dat je feedback niet leuk vindt, accepteer je mijn hulp. Dat vind ik echt knap. Je hebt heel veel mensenkennis. En zorg dat jij dat mooie mensen in jou ook aan anderen laat zien. En dan had ik er nog één. Jij bent echt een waardige damtegenstander. Ik vind je humor geweldig. Let wel op wanneer het kan. Je vraagt goed om hulp. Ook zie ik dat je echt niet bemoeit met ruzies. Mooi, top. Een goed voorbeeld dus. Dus deze leg ik even op tafel, maar ik weet niet meer wie waar zit. Want ja, ik verander het elke week. Ik mis nog kinderen, maar laat ze maar ervaren hoe het is om binnen een les te komen. Net zoals op de middelbare school. Dat je te laat bent. Ja? Gaan we leren wat voor eigenschappen dieren hebben, zeg maar in de natuur. En daarna gaan we die vertalen in onze eigenschappen. De Chromebooks, die heb je pas straks nodig. Dus eerst kijk je vooral naar het bord. En op mijn teken moeten jullie naar een bepaalde site gaan. En moeten jullie iets sturen naar het bord. Het werkt bijna hetzelfde als Lumio. Ja. Hebben jullie er ook zoveel zin in? Ja, dat doet hij echt. Later. Sorry, maak je niet belachelijk. Ik Freek hier. Wat super tof dat jullie er allemaal zijn. Welkom bij Expeditie OCEAN.
We gaan ons vandaag onderdompelen in de magische onderwaterwereld. Jullie hebben in de zomervakantie vast iets van water gezien. Denk hierbij aan een slootje, een meertje, een rivier zoals deze, de Kinabatangang rivier in Borneo of misschien de zee. Maar een slokje water heb je zeker genomen. Wist je dat al het water dat je drinkt ooit zeewater is geweest? Vandaag gaat de les over het unieke leven in en rond de oceaan. Hoe meer we over deze prachtige onderwaterwereld weten, hoe beter we deze kunnen beschermen en ervoor kunnen zorgen. En supercool, je leert vandaag ook nog jezelf en je klasgenoten beter kennen. Laten we dus maar snel beginnen. Veel succes. Dit was Freek vanuit Borneo. Later! In het eerste deel leer je meer over de magische onderwaterbewoners en hun gedrag in groepen. Want als je heel goed naar dieren kijkt, vertonen ze bepaald gedrag. Groepsgedrag. En in deel 2 ga je meer over jouw eigenschappen in de groep. En pas als ik hem de tweede keer heb gelezen, mag je pas de keuze maken. Ja? Ik ben benieuwd wanneer ze het doorhebben. Wat denken jullie? Ik denk pas 11:15. Geen idee. Volgens mij zijn ze vleisnaaien aan het doen. Ze ja, maar lekker lang aan het spelen. Ik denk, ze doen ons wel. Ja, maar dan kunnen ze in de pauze deze les weer opnieuw doen. Maar dat is, ik denk dat je het meeste leert van het feit dat je ervan kiest. Hè? Je kiest ervoor om op de gang te gaan. Prima. Maar je kiest er ook voor om geen timer mee te nemen. En ik vind in groep 8, ik ga niet achter je aanlopen. Je pakt een timer, je zet de tijd aan en je zorgt ervoor dat je terugkomt. Net zoals bij Isabella. Ik zeg, ik wil dat je om 11:00 terug bent. En dat is gelukt. Dus, come on. Weten we allemaal, toch? Oké. Iedere keer dat je inademt, snuif je een stukje oceaan op. Wachten. Iedere keer dat je inademt, snuif je een stukje oceaan op. Als je zegt, waar ga je staan? Niet waar blijf je zitten. Maak je keus. We gaan kijken naar het antwoord. Het antwoord is waar. Yes. En dan mag je weer gaan zitten. Dat spreekt wel. Oceaan neemt broeikasgas op en maakt meer dan de helft van alle zuurstof. Iedere keer dat je dus inademt, snuif je eigenlijk een stukje van de oceaan. Hoe bijzonder is dat? Eigenlijk op zo'n Freek, hè? Hoe bijzonder is dat? Een zeeottermoeder even weg moet, brengt ze haar jongen naar een speciale ottercrash. Waar staan? Ja. Niet waar blijven zitten. Het is niet waar. Yes! Een zeeottermoeder moet haar pup soms even alleen laten om te jagen. Omdat het kleintje nog niet kan zwemmen, blaast moeder lucht in de vacht van haar baby. Daarna wikkelt ze de pup in een soort kelp. 2. Een bruine pelikaan krijgt koppijn, is een pelikaan, als hij met 60 km per uur het water induikt. Ik heb hem nog geen 2 keer voorgelezen. Een bruine pelikaan krijgt koppijn als hij met 60 km per uur het water induikt. Waar staan? Niet waar zitten. Weer steeds gemengd, hè? Oké, gaan we kijken. Het is niet waar. Oh, Scott, wil je mee voorlezen? Een bruine pelikaan heeft zijn lijf vol luchtkamer zitten. Die werken precies hetzelfde als airbags. Handig, toch? Een zeekoe kan in het water afdalen door dikke scheet te laten. Een zeekoe, dat is dat, kan in het water afdalen door dikke scheet te laten staan als je denkt, dat is waar. Zitten als je denkt. Het is waar. Het gas regelt hun drijfvermogen. Willen ze wat dalen, laten ze gewoon een scheet en dan, eigenlijk is het een soort van kanon. En dan. Soms wordt een mannetjes anemoonvis, dat is deze van Nemo, een vrouwtje. Soms wordt een mannetjes anemoonvis een vrouwtje. Waar staan, niet waar zitten. Het is waar. Het is waar! De anemoonvis begint te leven als mannetje. Maar kunnen als volwassenen zijn in een vrouwtje veranderen. Dat doen ze pas als er geen vrouwtjes in de buurt zijn en er dus niemand eitjes kan maken. Hoe wonderlijk! Eigenlijk best wel raar, dus ze beginnen als mannetje. En dan, als ze volwassen zijn,
kunnen ze dus in een vrouwtje veranderen. Maar dat doen ze pas als er geen vrouwtjes in de buurt zijn. Een soort van masker en dan zo van... Er is niemand! Deze lage toonsoort, die kunnen wij niet horen. En dat heb je toch soms ook met van die hondenfluitjes. Dan heeft het een bepaalde toon die honden wel horen, maar wij als mensen niet. En dat is hier ook zo. De grote hangsnoer van een walrus schrikt vijanden af. De vraag is wel interessant, want heb je steeds zelf je eigen antwoord gekozen? Ja. Wie heeft daar stiekem gekeken naar wat een ander dacht? Dat kan, hè? En naar wie keek jij dan? Naar Colin. Oké. En waarom dan? Waarom Colin? Is het dan omdat je zelf twijfelde? Ja. Oké, Colin. Oké, okay, leuk. Ja, dat moet. Dat maakt helemaal niet uit, want sommige dingen kan je niet weten. Ik keek alleen soms naar gewoon naar de klas. Oké, okay, je was gewoon nieuwsgierig. Maar dat maakte niet jouw mening. Soms. Fijn dat je zo eerlijk bent. Hoe werkte dat bij jou? Wat deed jij dan als je het hoorde, Finn? Dus je hebt die stelling... Wat doet dat met jou? Ga je er echt zelf over nadenken? Durf je dan ook een fout te maken? Vind je het erg? Want wie blijft standvastig zitten terwijl er zoveel staan? Wie blijft er dan toch zitten? Oké. Want ja, je mag een fout maken. Daar gaat het om. Maar het gaat om dat jij je eigen mening hebt. Nou... Hoe gaat het in de dierenwereld? We gaan naar 3 filmpjes kijken over dieren die in groepen leven. En de kijkvraag is, welke eigenschappen zetten deze dieren om de groep te versterken? Atron, welke eigenschap zie je hier om een groep te versterken? Nou, wij dachten, misschien zijn er een paar leiders in die groep en misschien een leiderschap. Oké, okay, leiderschap. Ze werken samen om die zwaardjes te maken. Ze werken samen om de zwaardvissen, maar hoe doen ze dat dan? Hoe maken ze hem gek? Want dat heb je heel goed eruit gehaald, maar hoe doen ze dat? Oké. Ze maken hem blijven door de hele tijd heen en weer te gaan. It's clear that something more organized is going on. Waarom zouden ze nou allemaal zo petit op elkaar staan, denk jij? Om zichzelf warm te houden, dat zag je heel erg. There's no escape. And now 6 whales are lining up for the charge. Now the pod attack is a team. Keeping the sea away from the ice. Maar wat deden ze om ervoor te zorgen dat ze een prooi hadden, Emma? Nou, ze gingen ze alle verspreiden, dus niet verder dat ze geen kant op. Oké, ze gingen omsingelen. Wat nog meer, Nessie? Samenleving. Ja, hoe? Want ze gingen er omheen, maar wat deden ze daarna om ervoor te zorgen dat ze hem toch konden pakken? Op die golf. En, oh ja, nou moet je hierheen. Het heet livecloud.online/join/UANS. Oké, dat was niet de bedoeling, maar goed. Welke eigenschappen heb je gezien in alle filmpjes? En meer dan alleen samenwerken. Ik wil echt eigenschappen. We hebben net gezien hoe dieren zich in de groep elkaar versterken. Wij zijn geen dieren, maar in onze groep kunnen we ook helpen met onze sterke eigenschappen. Dat ontdekken we in deel 2. Wat zijn jouw sterke eigenschappen? Bijvoorbeeld, één iemand die zorgt altijd voor humor in de groep. Nou, wie vindt zichzelf daarbij klinken? Wie herkent zichzelf daarin? Okay. Je hebt ook anderen die brengen voorzichtigheid mee in de groep. Of die houden het een beetje, die zorgen ervoor dat er geen ruzies zijn. Die sussen alles een beetje. Een beetje van die mediators, weet je wel. Die zorgen dat het allemaal wordt opgelost. Ja. Je hebt ook mensen, kinderen die heel creatief zijn. Zowel in
de manier van doen, maar ook in het bedenken van dingen. Okay. En iemand is sterk in het organiseren. Dus bijvoorbeeld, er moet een plan komen. Wie zijn dat? Je hebt namelijk alle eigenschappen in een groep. Het kan niet zo zijn dat jij geen aandeel hebt in de groep. Dat heeft iedereen hier. Dus iedereen heeft iets waardoor je één groep bent en elkaar kan versterken als je elkaar de ruimte geeft. Als er veel haantjes in de groep zijn, wat gebeurt er dan? Die moeten zich bewijzen. Ik ben beter. Dan ben je een beetje aan het compenseren steeds. Terwijl dat is niet nodig. En wat gebeurt er dan met de stille kinderen? Op het moment dat die haantjes de hele tijd het woord hebben. Wat gebeurt er dan met de stillere kinderen? Nou, die worden opgegeten in de dierenwereld, maar niet hier. Nou, wat doen die stille kinderen dan als die haantjes steeds... Maar ik denk ook vooral, die zullen niet zo snel iets zeggen, omdat er toch altijd dezelfde zijn die er wat zeggen. Snap je terwijl iedereen recht van spreken heeft? Bedenk drie eigenschappen van jezelf. Een eigenschap kan zijn rustig, kritisch, helpen, gedreven. Gedreven is dat je iets wil bereiken. Ik trek een stokje en dan wil ik jou drie eigenschappen horen. Sef, drie eigenschappen. Oké, welke heb je nu? Sportief en snel boos. Snel boos? Ben je snel boos? Als ik zo klein ben, ben ik snel boos. Oké, dat is aan je humeur. Ja, maar dat... Ben je... Prikkelbaar ben je dan. Zo noem je dat. Oké, iemand die een eigenschap van Sef kan benoemen... Robin. Betrouwbaar. Betrouwbaar. Eerlijk. Eerlijk. Robbie, welke eigenschap heb jij opgeschreven? Rustig, humor, creatief. Rustig, humor, creatief. Mooi. Ik wil dat je heel goed nadenkt aan welke van deze drie eigenschappen kun jij inzetten in de groep. Dus bijvoorbeeld, ben je een organisator, dan is dat iets wat je kan inzetten, maar ook leiderschap. Of juist iemand die rustig is, de rust brengen in de groep. Iemand die humor is, zorgt voor een positieve sfeer. Iemand die zorgzaam is, dus iemand die om iemand, hè? Zo iemand heb je ook altijd nodig. Een moeder of een vaderfiguur in de groep. Die er, ja, klinkt een beetje raar, maar die ervoor zorgt. Van, die in de gaten houdt. Van, empathisch. Juist! Mooi, wie heeft dat gedaan? Oh, wat grappig. Empathisch is. Empathisch vermogen is inleven in een ander. Positiviteit, mooi. Rustig. Behulpzaam. Dus echt, dan ben jij iemand dat als je een groepje hebt en de ene gaat over dat en de ander gaat over dat, zeg je jongens, dit is ons doel. Dus daar focus jij op. Super belangrijk dat je zo iemand in je klas hebt. Deze vond ik ook heel bijzonder. Innovatief. Wie heeft dat opgeschreven? Wat is dat? Ik was super verbaasd. Ik denk, hè, wie kent dat woord? Wie weet wat innovatief betekent? Wie is stressbestendig? Wie is stressbestendig? Iemand heeft dat getypt. Ja, dat heb ik ook getypt. Heb jij het hele lijstje ingetypt, of wat? Nee. Maar je mocht er maar één kiezen, Harry. Ja, ik heb ja. Wie is er in deze klas heel goed in luisteren en als ik iets vertel, direct weet en opslaat? Misschien heb je iets aan die kinderen. Ik zei kwart voor. Het is tien voor. Jullie mogen even op de gang zitten en nadenken hoe je die tijd gaat inhalen. Ga maar overleggen welke consequenties je zelf gaat bedenken. Waar waren we? Oh ja, Stacy. Nee, zie je? Daar gaat mis. Stacy luistert. Misschien? Goeie combi. Nou, Stacy is iemand die als ik iets vertel,
Dan weet ik zeker dat ze het heeft gehoord, gezien en heeft gedaan. Jullie groepje daarentegen, ook echt het hele groepje, zou een Stacy in het groepje moeten hebben. Want jullie hebben alle drie het in een puzzelstukje gedaan. Ik heb het uitgekozen. Dus you need Stacy. Nou is het zo dat we een onderwaterpuzzel moesten maken, maar... Ik dacht, ik wil Harry Potter thema. Ja. Dus ik heb voor niks dit allemaal gedaan. Ik heb een hele dag in Harry Potter thema gewerkt. Heb ik over nagedacht, maar daar was weinig. Het leefde niet bij mij, ik vond het niet zo. Hij is gekwet. Het moet een puzzel worden van ons samen. Maar als jullie per se... Zo, ik heb het doel gericht, iemand. Het doel is namelijk... Nee hoor. Nou, dan heb jij het doel niet begrepen, Harry. Samen een oneindige onderwaterpuzzel met al jullie sterke eigenschappen. En wat is het doel? Het doel is met samen een oneindige onderwaterpuzzel. Het doel is... Jongens, come on. Wie kan nou het doel vertellen van deze... puzzel eigenschappen leggen. Maar wat is het doel dat ik hier mijn eigenschappen op schrijf? De andere keer weet wie jij bent. Ook. Dat je weet wat je aan elkaar hebt in een groep. Oh. Mijn god. Oké, luistert. Mama. Je schrijft je eigenschap in de puzzel. Groot. Eén eigenschap die jij het beste kan inzetten in de groep. En dan maak je op de achtergrond water en een halve vis. Dat is leuk, want een andere vis komt dan in... dat klinkt verkeerd. Die komt dan naast jou, waardoor je één vis krijgt. We hebben gekozen voor de volgende straf. Ze hebben ten eerste gekozen, want ze moeten dus 3 kwartier inhalen. Ze hebben gekozen om jullie taakjes te doen tijdens de pauze, dus jullie hoeven niet op te ruimen. Het is wel zonde, want ik vond het een leuke les. Zeggen we niet? Nee hoor. Juist. Ja, het was echt een leuke les. Dus dank je, Freek. Zeg maar, bedankt, Freek! Zo, dat was echt een onwijs leuke les. Ik heb eigenlijk na schooltijd niet meer gefilmd. Omdat ik heel veel moet doen. Omdat ik morgen mijn elektrische fiets kom tussen 2 en 4. Dus ik ga eigenlijk gelijk met de kinderen naar huis. Ik leg het neer samen met de kinderen alles. Zodat ik morgen echt naar... Ja, op tijd thuis kan zijn. Ik laat hem zien wat ik tot nu toe allemaal heb gedaan. Ik heb het bord voor morgen. We gaan dus morgen die puzzel afmaken en de bouwstenen van onze klassenregels afmaken. Daarbij gaan we ook deze leuke opdracht met het monstertje van de AI van de juf van de bovenbouw doen. Dus dat is dat ze dan een boek in het midden hebben en dan moeten ze dus communiceren naar elkaar toe. Van kleur dat monstertje... Gele ster rechtsbovenin, dus moet ze goed communiceren. En voor maandag heb ik dus al mijn level up klaar liggen. Van Jirelle. Over zinsontleding. Deze heb ik dan zelf gemaakt. En volgens mij staat die ook op haar website. Maar dat weet ik niet zeker. In ieder geval gaan ze dan
heb ik als doel eigenlijk op de weektaak erbij gezet. Ik weet waar ik goed in ben en ik weet waar ik de komende tijd aan kan werken. Dus hier ga ik dus formatief handelen inzetten. En ik ben benieuwd. Dus die heb ik dan voor maandag. Doei! Ik heb deze, maar dan voor Engels, want die komt daar. En dan gaat dat lezen, gaat eventjes naar dat bord toe. En dan hebben we de flashcards. Dus om te leren. Ik weet alleen niet of ik het zo wit ophang. Het is natuurlijk wel effectief en ik hoef natuurlijk niet elk klein dingetje uit te knippen. Maar ik moet het even zien als het er hangt. Want het kan ook heel lelijk zijn. Dus dat. Ik heb dit gedaan. Dit heb ik bij een collega gezien. Die heeft dus this week en next week. En dit was dan deze week. En waarom dan de volgende week? Omdat we merkten van als je maandag iets wil meelaten nemen. Of een deadline wil stellen. Of een toets voor volgende week. Dan kunnen ze zien. Oh, dan heb ik een toets. Die moet ik ophangen. Want vrijdag hebben ze weer een toets. Dat is wel handig. Want dan kunnen ze alvast een week vooruit plannen. Dus stel ik doe hier. Ga ik bijvoorbeeld topo afnemen. Dan weet ze dat alvast. Dus ik zie er wel voordeel in. Ik moet het alleen morgen even zeggen. Ik vind het veel beter gaan. De laatste keer dat ik had gevlogd was, laat ik zo zeggen, stormingsfase. En nu kan ik ze echt complimenten geven. Ik merk dat startbord heb ik veranderd. Ik ga het even laten zien. Het startbord met goeiemorgen heb ik veranderd in wat ze allemaal op tafel moeten hebben. En somehow werkt dat echt super goed. Dus deze had ik vanmorgen en dat ging echt gesmeerd. Dus zo kom ik erachter. Dat werkt voor deze groep wel. Ik ga nog eventjes door, want het is ook ieder jaar hetzelfde. Ja. Linkje van de les van de Albert Heijn les zet ik hieronder. Superleuk. Echte aanrader. Super betrokken. Dat was het, denk ik. En anders heb je vast iets meegekregen van deze. Les, dag, dat. Ik heb niet alles gefilmd, maar ja, ging goed. Dus bedankt voor het kijken en tot de volgende vlog.